Als ik kijk naar mijn beste investeringen, die worden gemaakt door de ondernemer en niet door het plan. De beste ondernemers die kunnen op een gegeven moment erkennen dat ze een bepaalde fase... Gewoon, dat andere mensen daar beter in zijn dan hunzelf. Het is leuk dat je het vraagt, ik kom dus uit een ondernemersgezin. Mijn vader heet Pieter, mijn opa heet Pieter en mijn oudste zoon heet ook Pieter. Dat mijn vader me nooit zakgeld heeft gegeven. Die zei van, joh, zakgeld uh, moet je verdienen. Geld is natuurlijk iets heel moois. Het geeft je heel veel vrijheid, kan je heel veel mm -hmm. vrijheid geven. Mm -hmm. Maar het kan ook gewoon wel een soort gif zijn voor de ambitie van je kinderen. Ik hou echt van ondernemers, eh, met name de creativiteit en het doorzettingsvermogen. Het Begin gewoon niet te laat. Hè? Want heel vaak zeggen het mensen: ik wil eerst mijn studie afmaken, dan willen ze een universiteit afmaken, dan willen ze een werkervaring opdoen. En dan hebben ze een hypotheek, vrouw en kinderen, en dan kan het niet omdat het risico te groot is.